Welkom bij Texel Deze Week, de wekelijkse nieuwspodcast van de Texelse Krant. Het is vandaag donderdag 25 juli. In de tijd die het duurt om van Den Helder naar Texel te varen, praten wij erbij over het nieuws van deze week. Mijn naam is Michelle de Vries en in deze uitzending hoort u ook autocross-speaker Bonne Kleine Wolthuis. Op het terrein van de voormalige Jan Drijverschool in Den Hoorn zijn deze week heipalen aangebracht voor de 32 nieuwe woningen die daar gaan komen. Dat gebeurt met een holle boor en daarna wordt beton in de geboorde gaten aangebracht. Ooms bracht vorige week op dezelfde wijze ook al de heipalen voor de nieuwbouw op het Skillerveld in Oudeschild aan. Daar realiseert Ooms samen met de gemeente en Woontij 34 nieuwe woningen. Na de bouwvak, die eindigt op 23 augustus, begint de bouw van de huizen. Dat gebeurt deels prefab. Alle gevels worden kant en klaar in de fabriek geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden. Er is een app gekomen waarmee de ontwikkeling van de nieuwbouw te volgen is. De app heet Texelse Dorpen. Dan is er een bijzonder bericht te melden over Esmee Ellen uit Den Burg. Ze dacht 2 weken lang dat ze gezakt was voor haar VWO-eindexamen. Maar niets bleek minder waar. Een week na de feestelijke diploma-uitreikingen bleek dat ze toch geslaagd is. Bij het nakijken van de eindexamens was een fout gemaakt, waardoor ze voor 1 vak onterecht een lager cijfer had gekregen. De fout kwam volgens de OSG bij een extra interne check aan het licht. De inspectie voor het onderwijs heeft de fout onderzocht, nadat de OSG er zelf melding van had gemaakt. Toen bekend was dat ze toch geslaagd was, nam de OSG direct contact met Rob. "We vinden het verschrikkelijk sneu dat het zo gelopen is," zegt directeur HAVO-VWO Cynthia Hegeman. Esmee heeft hierdoor de feestelijke diploma-uitreiking op de Krim gemist. De OSG organiseert daarom alsnog een feestelijke diplomering voor haar. "Daar kunnen we de gemiste avond niet meer terughalen, maar we hopen hiermee Esmee wel de aandacht te kunnen geven die zij verdient." Een buitengewoon transport vorige week vanaf Hoeve-Vredestein aan het Oude Dijkje. Texelbus nummer 8, die daar in 1960 is neergezet, werd daar 64 jaar na dato van zijn plek gehezen en op transport gezet. Het is de bedoeling dat de Bedfordbus wordt opgeknapt en een plek krijgt bij Maritiem en Juttersmuseum Flora. In de bus komt dan een expositie over de busdienst van Texel. De bus is door Piet Kikkert op zijn erf aan het Oude Dijkje neergezet en sindsdien tussen de bomen wel flink aangetast door de tand des tijds. Alleen de aluminium carrosserie van de bus is nog min of meer intact. Arie Blom was van 1974 tot 2011 buschauffeur bij de AOT en hij kent de geschiedenis van de busdienst als zijn broekzak. Texel onderhield die op het eiland van 1942 tot 1971. Hij is nauw betrokken bij dit project, net als Cor Zijm. De bus is al geruime tijd in gebruik voor de opslag van hooi, maar maakt nu plaats voor een schuurtje. Toen Cor dat ter orde kwam, ondernam hij actie. Dit stuk Texel-geschiedenis moet worden geconserveerd. Arie Blom is ook enthousiast. Texel-directeur Mario Prak steunt het plan en ook Flora werkt graag mee. Het huiswerk en transport werden verricht door Stefan Hin en Dirk Roeper. Op het terrein van de MAP in Eierland werd afgelopen weekend het speedweekend van de autocross gehouden. Dat ging gepaard met een paar spannende finales. In de finale van de vrije klasse lag op een gegeven moment Ruud Betsema uit Oudeschild aan kop. U hoort hoe speaker Bonne Kleine Wolthuis van de MAP verslag doet van de laatste rondes voor de finale van de vrije klasse. Dus Ruud Betsema, hou hem rechts aan de vloer. Verrem en verstuur je niet. En dat doet hij niet. Ruud is door de wol geverfd. Met nog 2 rondes te gaan. Gaat dit de goede kant op. We hebben Ruud Betsema op 1, Jan van der Weij op 2, Dave Kooij op 3. Roy Prins ondertussen op de 4e plek. Leo Sinterbin op 5. Is ook weer 2 seconden achter Roy. Het is Ruud zijn laatste ronde. Zijn laatste ronde loopt. Het is Roy Prins die nog probeert die aansluiting te krijgen bij Dave Kooij. Daar heeft hij dan nog een halve ronde de tijd voor. Dat gaat hem niet lukken. En ja, hier is de winnaar, de verdiende nummer 1, Ruud Betsema! De finale van de rodeo-klasse was eveneens spannend.
Kort voor het einde konden zowel Tim Faber, die eerste lag, Kevin Molijn en Boy Tesselaar nog eerste worden. U hoort opnieuw speaker Bonne Klein-Wolthuis. Molijn rijdt hier toch een duidelijk andere lijn dan Faber. En Tesla die probeert daar tussendoor ook zijn graantje van mee te pikken. Het is, gaat verschrikkelijk hard bij deze mannen. Het is wederom Molijn die helemaal buiten omgaat. Het is nog één ronde te gaan. Dus het wordt een alles of niks actie. En dan kunnen er in mijn beleving gewoon drie binnen. De beste kaarten heeft Faber in handen. En Faber, als hij nu geen rare en domme dingen doet. En dat doet hij misschien wel, misschien niet. Ja, 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 ja. Het is Kevin Molijn. Het is Kevin Molijn, mijn hemel. Kevin Molijn wint hem. Tim Faber op 2 en Boy Tesselaar op 3. Jonge, 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 jonge. Wat een wedstrijd. En wat een onverwachte winnaar. Ik denk, die Faber die heeft hem, die pakt hem. Maar jongens, met 0,3 van een seconde wint Kevin Molijn. In totaal deden zo'n 240 autocrossers mee aan 5 verschillende klassen van het speedweekend. Junioren, vrije klassen, saloon stockcars, rodeo en Formule 1 stockcars. Op Texel zijn tot dusver nog geen meldingen gedaan van het blauwtongvirus. Het is spannend. In Noord-Holland zijn al meerdere gevallen. Ik denk dat het voor Texel een kwestie van tijd is, zegt dierenarts Alexandra Bogerman. Volgens de dierenarts was het niet realistisch te verwachten dat blauwtong helemaal niet de kop op zou steken. Het kan ermee te maken hebben dat de bereidheid onder veehouders om te vaccineren in de vorige blauwtongperiode hoger was dan nu. Op Texel hebben ongeveer de helft van de melkveehouders, 70% van de schaaphouders en geen van de zoogkoeien en vleesveehouders gevaccineerd. Er zijn dus veel ongevaccineerde herkauwers. Volgens epidemiologen moet minstens 80% gevaccineerd zijn om verspreiding tegen te gaan. Onder schaaphouders wordt er veel over gesproken en beseft men, zeker na de ervaringen van vorig jaar, dat het niet verstandig is om nu met dieren te gaan slepen. Dan is er tot slot nog een leuk nieuwtje te melden op sportgebied. Voetballer Casper Bogaert uit Den Burg heeft woensdagavond in Dirkshoorn onverwacht zijn debuut gemaakt in het eerste van AZ. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van de Alkmaarders tegen Aris Thessaloniki uit Griekenland. De 18-jarige Tesla kwam in de 40ste minuut in het veld, nadat teamgenoot Lewis Schouten geblesseerd was uitgevallen. AZ sprak woensdagavond op de eigen website van een officieus debuut, omdat het een oefenwedstrijd betrof in aanloop naar het komend seizoen. Casper kreeg dinsdagavond onverwacht te horen dat hij zich mocht aansluiten bij de selectie van het eerste. AZ won de wedstrijd met 2-1. Zoals gebruikelijk hoort u in deze podcast ook van ons wat er de komende dagen op het eiland te doen is. Sunnyside Up is misschien wel het meest zonnige festival van het eiland. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juli wordt het voor de 5e keer gehouden op paal 12. Er is volop zon besteld en het nieuwe strandpaviljoen 12 biedt het omliggende strand een vrij decor voor funky, tropische en dansbare live muziek. Als je geluk hebt zijn er misschien nog kaarten verkrijgbaar via www.sunnysideupfestival.nl. Gelegenheidskwartet Los Zand brengt zondag 28 juli in de Hoornder Vermaning Bretonse, Keltische en Nederlandse volksmuziek ter gehore. Ze spelen en zingen en het plezier spat er vanaf, meldt de organisatie. Het optreden begint om 3 uur. Ook in de Vermaning is tot en met 26 augustus de groepsexpositie Zout 2.0 van de Texelse kunstenaarsvereniging Zout te zien. Een veelzijdige expositie met werk van 28 bekende en minder bekende Texelse kunstenaars. De Vermaning is dagelijks geopend van 11 tot 4 uur. Marianne Preda en Juho Millilet tenslotte verzorgen dinsdagavond 30 juli een zomeravondconcert in de Waddenkerk in de Koksdorp. Marianne speelt op panfluiten en Juho op blokfluiten. Het concert leidt de luisteraar door eeuwen van muzikale innovatie en culturele expressie. Het optreden begint om 8:15 en de toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ten bate van de concerten en de muzici.
Bij mij in de studio vandaag is ook Jeroen van Hattem, die de techniek verzorgt. Ik heb het nu met hem over wat is ons opgevallen in het nieuws van deze week. Jeroen? Nou, dan begin ik met Bouwdorp. Daar was ik afgelopen week ben ik er even geweest om foto's te maken. Ik vind dat altijd gewoon hartstikke leuk om te zien. Het is gezellig, er is sfeer, ze zijn lekker bezig hut te bouwen. En nou, het is gewoon leuk om te zien. Ja, het is altijd al een leuke traditie geweest. Ik ben vroeger zelf ook elk jaar geweest. Leuk om te zien dat ze nog steeds lekker doorgaan. Ja, nee, het is auto vertrouwd met de palen. Dus daar wordt alles op aangebracht, aan vastgeknoopt, weet ik wat allemaal. En het ziet er gewoon gezellig uit. Nou, leuk dat het gewoon weer helemaal goed gaat. Ja, mooi weer ook nog. Nou, wat wil je meer? Precies. Dus, en jouw nieuws? Ja, mij was opgevallen dat er, zoals ook op de website van de Texelse krant te lezen was, dat er een heel aantal snelheidsmetingen geweest zijn op Texel de afgelopen tijd. En we zullen allemaal wel eens een keer hebben dat je per ongeluk een paar kilometer over de snelheidslimiet gaat. Of als je echt een keer heel hard naar de boot moet. Maar sommige mensen maken het wel heel bont. Er werd op de postweg een maximumsnelheid van 170 kilometer per uur gemeten. Dapper, je moet geen bocht tegenkomen onderweg dan. Dus nee, precies. Of een overstekende fietser. Nee, dan wordt het anders. Ik zag op Facebook al theorieën van mensen dat het wellicht een ambulance geweest zou kunnen zijn. Maar dat is ook maar hopen op het beste scenario. Want we hebben heel goede kans dat het waarschijnlijk gewoon een hardrijder was. Ik denk de ambulances rijden verantwoord hoor. Die weten wat ze doen. Precies. Nee, ik zag veel speculatie op Facebook. Ik zag veel mensen die klaagden over dat toeristen te langzaam rijden. Andere mensen die zeggen dat mensen gewoon veel te veel haast hebben op Texel. Maar ik denk dat we het allemaal wel over eens kunnen zijn dat 170 kilometer toch echt even overdreven is. Was het geen vliegtuig? Want het, Nee, precies. Dat zou je bijna denken, hè? Jongens, ik snap ook wel dat we allemaal even haast hebben, maar hou je een beetje aan de regels. Ja. En dat was het weer voor vandaag. Deze nieuwspodcast werd geschreven door Ed Witte en gepresenteerd door mij, Michelle de Vries. Jeroen van Hattem deed vandaag de techniek in de studio. U hoorde verder ook autocross-speaker Bonne Kleine Volthuis. Tot volgende week!